Mag ik jullie vragen om uzelf kort voor te stellen? Absoluut. Jan Smets, CEO van Digitaal Vlaanderen. En dus het agentschap dat verantwoordelijk is voor alle digitaliseringstrajecten binnen de Vlaamse overheden en ook richting de lokale besturen. Ja, ik ben Frank Robbe. Ik heb sedert 35 jaar nu ongeveer de leiding van de Kruisenbank Sociale Zekerheid. Sedert 12 of 13 jaar van het heel platform en ik leid ook SMALS. Dat is een non-for-profit VZW die instellingen van sociale zekerheid en van volksgezondheid bijstaat bij hun informatiseren. Perfect. En dus bedankt voor uw beschikbaarheid en uw aanwezigheid hier vandaag. Ik wil eerst een korte vraag stellen. Dus België staat bekend om het aantal regeringen. Dus wilde ik vragen, wat betreft de gegevensuitwisseling, zorgt dit voor eindeloze problemen of juist maakt dat van België de expert in interoperabiliteit van instanties? Wel, ik zou om te beginnen willen zeggen dat dat niet is omdat je een verschillend beleid hebt, dat je verschillende ondersteunende systemen moet hebben. En we hebben heel wat situaties waarbij dat beleid gefederaliseerd of gedefederaliseerd is, waar er verschillen zijn, maar waar er toch met gemeenschappelijke platformen gewerkt werd. Ik kan u het voorbeeld geven van alles wat dat bijdrage innig is in de sociale sector. Er zijn maatregelen die verschillend zijn in zaken bijdrageverminderingen, maar alle inningen gebeuren op één platform vanuit de RZ. Met inspraak uiteraard van iedereen. Het zou maar erg zijn dat dat niet het geval is. Want dan zou een onderneming die in België vestigingen heeft in Vlaanderen, in Brussel en in Wallonië met drie verschillende systemen geconfronteerd worden. E-health is een ander voorbeeld, gezinsbijslagen zijn andere, dus het is een kwestie, denk ik, van te aanvaarden als men politiek wil dat er een verschillend beleid is, dat we dat respecteren, maar dat men politiek gezien, en dat doet men ook, aanvaardt dat wat betreft de uitvoering ervan, dat er gemakkelijk kan gewerkt worden met gemeenschappelijke systemen. En ik denk dat wij daar heel goede samenwerking in hebben. Absoluut. Ik denk dat de complexiteit in dit land dat een gegeven is. Ik denk dat dat op een bepaald moment ook voor een versnelling in de digitalisering heeft gezorgd. Tegelijkertijd denk ik dat wanneer over die bevoegdheden wordt gesproken, en ik neem het voorbeeld van de kinderbijslag, dat dat ook sommige digitaliseringstrajecten wel zal vergemakkelijken. Ik denk dat dat ook een belangrijk element. Maar de sleutel zit natuurlijk in het verhaal van de samenwerking. Ik denk dat dat je er inderdaad al naar verwezen hebt. En daar zie ik toch drie dingen. Eén is dat we tussen de verschillende overheden zorgen dat de nodige standaarden worden afgesproken. Dat is één. Twee, dat we natuurlijk de data delen. En dat gaat in beide richtingen. Ik denk dat zowel van het federale naar het regionale als omgekeerd. En drie, dat we maximaal de componenten die we hebben, en dat sluit een beetje aan op het debat dat we eerder gehoord hebben, dat we die ook delen. En ik denk ook dat dat gebeurt. Ik denk alleen dat we ambitieuzer mogen zijn en dat het meer kan gebeuren. Als ik kijk naar het voorbeeld van de e-box, dan denk ik dat dat zeker een succes is. En dat succes dat vertaalt zich ook vandaag in het feit dat België 12e staat in de ranking van de DESI-index. Ik denk als we expliciet naar Vlaanderen kijken, Vlaanderen staat op de 6e plaats, omdat ongeveer 90% van die overheidsprocessen al gedigitaliseerd zijn. Dus ja, ik denk wel dat we die stappen hebben gezet binnen de context die we kennen, maar ik denk wel dat we moeten durven om ambitieus te zijn en de lat nog een stukje hoger te leggen. Dus, maar zijn er ook een aantal aspecten waar een OSPO zou kunnen helpen? Een Open Source Program Office? Ik denk dat de realiteit is dat we in België en in Vlaanderen naar interoperabiliteit al heel goed scoren. Ik denk aan wat dat we in de laatste meer dan 10 jaar rond Oslo-standaarden hebben gedaan. Ik denk wat dat Vlaanderen vandaag doet rond Solid. Dat zeker dingen zijn die er zijn en de weg die we verder moeten volgen. Ik zou het debat misschien een beetje willen opentrekken en het niet alleen hebben over open source, maar over hergebruik in het algemeen en ook over de verantwoordelijkheden. Wij runnen overheidsdiensten. Mensen verwachten, ondanks het feit, u hebt er op het begin op gealludeerd, dat we een complex land zijn, mensen verwachten de geïntegreerde dienstverlening. Over instanties, over niveaus heen, als er situaties
zich voordoen in hun leven of in hun organisatie van hun bedrijf. Ja. En, maar mensen verwachten ook dat die systemen werken, permanent beschikbaar zijn. We hebben in de gezondheidssector 20 miljard transacties per jaar. Dus uitwisseling van gegevens om mensen goed te kunnen verzorgen. Als vandaag onze systemen een paar seconden uitliggen, dan heeft dat een enorme impact op alle apothekers. Kunnen geen medicijnen meer afleveren. Op de artsen kunnen geen medicijnen meer voorschrijven en zo verder. Ik ben een enorm voorstander van hergebruik. Alles wat dat wij maken, staat in een reuse-catalogus. We proberen zoveel mogelijk, zoals Jan al gezegd heeft, gemeenschappelijke diensten te hebben die we gratis aanbieden. Dus bijvoorbeeld alles wat dat met gebruikers- en toegangsbeheer te maken heeft in de gezondheidssector, zeer gevoelig, want het gaat over gezondheidsgegevens. Daar hebben we een gemeenschappelijke dienst. Iedereen mag die vrij gebruiken. Dat heeft ertoe geleid dat softwarepakketten voor huisartsen, voor apothekers, voor ziekenhuizen, dat allemaal niet meer moeten doen. En dat heeft ertoe geleid bijvoorbeeld dat een huisarts die wat onderzoeken doet, als die patiënt terugkomt, op een paar seconden tijd alle resultaten heeft en niet aparte systemen van user and access management moet gaan gebruiken. Dus grote voorstander van hergebruik. Al wat dat we doen is herbruikbaar, kan men op verder bouwen. Maar we hebben ook het aspect veiligheid en business continuity. U kent ook het rapport dat recent verschenen is. Open source is een enorme motor van industrie. 96% van de codebases bevat open source componenten. Minder goede nieuws is, 84% bevat minstens één open source vulnerability. En 91% heeft open source componenten waar men 10 patches, 10 versies achter staat. Dat kunnen wij ons als overheid niet permitteren. Want wij moeten ervoor zorgen dat die diensten permanent beschikbaar zijn. Dus vrijheid is goed, openheid is goed, maar er is ook een verantwoordelijkheid. En ik denk dat we inderdaad moeten afspraken maken. Hè. Nog eens, u hebt daarnet gezegd, het moet van aan de top komen. Wel, ik denk dat wij top-down proberen dat te stimuleren. Maar we hebben ook nood aan zeker te zijn dat de zaken blijven draaien, dat er deftige ondersteuning is en dergelijke zaken meer. En dat moet op goede modellen gebaseerd zijn. Ja, wij zouden liever hebben, u kent de praktijken van Broodcom ondertussen, wij zouden niet liever hebben dat wij een alternatief open source, een deftig alternatief voor open source hebben voor VMware. We zouden niet liever hebben, we hebben het jaren geleden geprobeerd, maar als we daar business continuity moeten opzetten en we moeten daar garantie hebben, dan lukt ons dat niet. En ik denk dat het verhaal, dus wat moet opengetrokken worden, ik denk dat dat alleen maar kan door op een aantal vlakken echt elkaar goed te begrijpen en te verstaan en ervoor zorgen dat de echte problemen ook opgevangen worden. Maar dus absolute voorstander van hergebruik, absolute voorstander van herbruikbare diensten, absolute voorstander dat de overheid ook wat dat zij doet, wij houden dat niet achter. Wij publiceren dat, we hebben een reuse-catalogus met SMALS, we hebben heel wat open diensten. We moeten ook op een aantal vlakken garanties kunnen hebben. Ja, ik volg dat wel. Ik denk dat in het vorige panel al een reflectie was over ja, wat betekent dat open? Hè? Ik hoorde het woordje open en gratis hè, in één zin. Ik denk dat dat inderdaad niet de juiste combinatie is. Hè? Ik denk dat open en controle, hè? En ik denk waar dat Frank naar verwijst, ook het stukje veiligheid, dat het ook over controle gaat hè? En hoe dat je met die controle omgaat. En dat is natuurlijk de uitdaging die we hè, als dienstverlener daar wel hebben. Ik denk dat dat de uitdaging is voor morgen, hè? Hoe dat we controle kunnen krijgen over die eigen data die we gebruiken. Hè? Hoe kunnen we zorgen dat we die data dan ook inzetbaar maken? En dat zijn toch wel uitdagingen waar dat we ook voor staan en wat dat niet altijd even eenvoudig is. Dus we zijn misschien het eens dat ja, het zou een goede zaak zijn als open source tenminste een optie was. En dus ik wilde het even hebben over monopolies hebben. Ik wil een voorbeeld geven. Dus in de jaren 90 en tot en met min of meer 2010 hadden we een groot probleem met documenten die in de Microsoft Office format waren. En dan eindelijk in 2010 hadden we een oplossing, LibreOffice, bijna een oplossing. En dan, vanaf 2015, is iedereen naar online apps gestapt. En dus
we hadden bijna een technische oplossing, maar dat is altijd niet genoeg en dat is niet snel genoeg. Dus welke beleid of welke acties zijn nodig om open source tenminste als een optie te hebben? Ja, ik weet eigenlijk niet of dat verhaal of dat de vraag is die we ons vandaag moeten stellen. Ik denk dat de vraag die we ons vandaag moeten stellen is data as a service, AI as a service, hoe gaan we daarmee omgaan? En ik denk dat die uitdaging zeer vergelijkbaar is, maar nog veel keer meer complex is. En ik verwijs opnieuw naar het feit van open systemen te hebben of open data te hebben. Hoe is die controleerbaar? Hoe is die inzetbaar? Hoe gaan we ervoor zorgen dat de data die mij toekomt, hoe dat ik die ga delen voor dienstverlening die ik zou willen? Hoe gaat de overheid daar op een goede manier mee omgaan? Om eigenlijk dat te anticiperen. We hebben in Europa dit hele dataspace verhaal. Dat komt natuurlijk ook met heel wat verantwoordelijkheden. Ik geloof heel sterk dat niet enkel en alleen dat binnen sectoren moet zijn, maar dat across sectoren moet zijn. En ik denk dat dat de uitdagingen zijn waar we vandaag moeten mee omgaan, binnen de context waar dat AI heel veel van die zaken kan of zal overnemen. Dus ik denk dat dat de uitdagingen zijn waar we vandaag voor staan. En die complexiteit die overstijgt volgens mij een beetje van waar we inderdaad in het verleden mee geconfronteerd werden. U moet er niet aan twijfelen dat wij geen monopolies willen. Hè? Absoluut niet. Toen ik begon in de sociale sector, had ongeveer elke instelling van sociale zekerheid een mainframe, hè, met de hele laag software enkel van die constructeur. En men betaalde zich blauw, men kon niet migreren en weet ik veel wat. Men is gelukkig geëvolueerd naar open systemen, waar er wel concurrentie is. En wij werken met publieke middelen. Alles wat dat de kost naar beneden kan halen, op voorwaarde dat uiteraard een deftige dienstverlening blijft, dat is onze job. Dat is onze plicht en dat doen we ook. Ja. Dus vandaar ook dat we inzetten op open standaarden, op mogelijkheden tot migratie en zo verder. Ik zal even het voorbeeld geven. Een paar weken geleden is de European Health Data Space, om verder te gaan op wat dat Jan zegt, tot stand gekomen onder het Belgisch voorzitterschap. Daar staat letterlijk in, dus alle, om te beginnen zullen alle softwarehuizen die nog software willen slijten in Europa, in de gezondheidssector, dus aan ziekenhuizen, aan artsen, aan apothekers en zo verder, aan een aantal open standaarden moeten voldoen. Ze mogen niet meer op de markt komen. Ten tweede, er staat letterlijk in die verordening, die rechtstreekse werking zal hebben, dat is een zaak geweest waar we voor gevochten hebben vanuit België, het open source staat daarin. En de testomgeving, ten opzichte van de welke de softwarepakketten zich zullen moeten aantonen dat ze die open standaarden en die specificaties respecteren, is een open source testomgeving die gratis ter beschikking wordt gesteld. Wij hebben niet gewild dat er weer, ik weet niet hoeveel consultancyfirma's, met alle respect, veel geld zouden verdienen om dan software die door KMO's gemaakt werd, om die te gaan controleren of dat die compliant was. We hebben in België zo'n testomgeving dat werkt. Dus we hebben kunnen aantonen dat doenbaar is. En er is aan de Europese Commissie opgelegd in de verordening om zo'n testomgeving open source ter beschikking te stellen, waar landen verder kunnen opbouwen om eventueel bijkomende functionaliteiten. Want de ziekteverzekeringssystemen zijn verschillend, dus los van de standaarden die je in Europa zult vastleggen in zaken uitwisseling van gegevens over patiënten, gezondheidsgegevens en zo verder, zult je nog een aantal lidstaatsspecifieke specificaties hebben. Ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is. En ik denk dat daar, toch op Europees niveau, pan-Europees, voor de hele Europese Unie principes instaan die goede principes zijn. En dus, ik denk dat dat voorbeelden zijn en een basis is om te kunnen geraken waar we moeten geraken. Dus geen monopolies, openheid, open standaarden, migreerbaarheid. Maar ik blijf zitten met het punt, ik zal daar blijven op kloppen, wat ik in het begin gezegd heb, kwaliteit en garantie van business continuity en van veiligheid. Want als je dat niet hebt, alleen de overheid
wanneer burgers zien dat er gegevens over hen, wij werken met heel wat persoonsgegevens, gegevens over de gezondheid, gegevens over de lonen en zo verder. Mensen willen niet dat dat lekt, hè. Mensen willen niet dat er daar problemen mee zijn. Dus vrijheid ja, maar verantwoordelijkheid moet erbij genomen worden. En dus tot 10 jaar geleden was er veel debat over inkoopsbeleid en hoe we kunnen alles veranderen met inkoopsbeleid. Maar inkoopsbeleid, dus van de overheidsinstanties. Maar intussen hebben we gezien dat de mensen kunnen de verplichtingen ontkomen als ze in een richting worden gedwongen dat ze niet leuk vinden of ze niet oké met zijn. En, dus zijn inkoopsbeleden nog een goede politiek of kan de overheidsinstanties een andere politiek gebruiken om de nodige software te maken? Of? Well, het inkopen, het hele procurement luik is zeker belangrijk en relevant. Hè. We hebben, als ik even kijk naar Vlaanderen, denk een dikke 2 jaar geleden een nieuw raamcontract in de markt gezet. Dat is een raamcontract met 6 percelen, 5 partners, waaronder de module van de mini-competitie, waar Frank naar verwijst. Natuurlijk willen we geen monopolies, natuurlijk willen we geen lock-in effecten. En willen we dat ook mitigeren als dat kan. En daar waar mogelijk gaan we competitie introduceren. En dus dat is een model dat belangrijk is en dat werkt. Het andere, waar Frank ook naar verwezen heeft, dat is inderdaad het verhaal van de standaarden. Hè. Laten we gewoon een aantal zaken overeenkomen, laten we die inschrijven. Ja, en die gaan natuurlijk een deel van de oplossing betekenen. Alle lastenboeken die wij uitgeven zijn raamovereenkomsten met opdrachtencentrales, dat wil zeggen raamovereenkomsten, het volume staat niet op voorstand, of er is een maximumvolume, maar staat niet op voorhand vast. 2, opdrachtencentrales wil zeggen dat ook andere instanties dan degene die het lastenboek uitgeven, daarop kunnen bestellen. Dat is een serieus voordeel voor de overheid, dat is ook een serieus voordeel voor de industrie. Want wij moeten niet meer zoveel lastenboeken uitgeven, elk apart. En de industrie moet niet meer antwoorden op zoveel lastenboeken, elk apart. Bovendien zetten we daar dikwijls het systeem van mini-competities in, zeker als het over projecten gaat, zodanig dat we dat kunnen in cascade gunnen. Dat we dat dus aan een aantal organisaties, een aantal inschrijvers kunnen gunnen. En dat wanneer er een concreet project is, er eventueel nog kan gekeken worden wie dat het best kan doen. Dus ik denk dat we daar een vrij ruime basis hebben om dat te doen. Wat betreft software proberen we 2 zaken te verkrijgen. 1, perpetual licenses, op zijn minst. En ten tweede, enterprise agreements. Dus of dat nu gaat over software waar we licenties voor moeten betalen, of software die open source is waar we geen licenties betalen, maar waar we uiteraard wel graag hebben dat er een stuk ondersteuning is, juist om evolutie mogelijk te maken, om veiligheidsproblemen te voorkomen, om nieuwe releases te hebben en zo verder. Enterprise agreements wil zeggen, we proberen afspraken te maken dat we een vast bedrag hebben, ongeacht hoeveel we ervan gebruiken binnen die groep. Perpetual license wil zeggen, als je een licentie moet betalen, betaalt je ze 1 keer en kun je ze eeuwig gebruiken. Als je evoluties wilt hebben, dan zult je uiteraard een onderhoud moeten betalen. Maar dat zijn methoden die wij proberen te gebruiken om ervoor te zorgen dat we die waarborg hebben, dat de kosten beheerst worden, dat we inderdaad niet afhankelijk worden van eenzijdige prijspolitieken en zo verder van organisaties. En nog eens, als dat open source kan, dan doen we dat heel graag, maar voor een aantal domeinen ligt dat vandaag moeilijk. En daar zou ik eigenlijk liefst hebben dat we met de community bekijken. We zouden bijna vanuit de overheid moeten kunnen zeggen van kijk, daar zijn er open source componenten die ontbreken wat ons betreft. En kunnen we daar nu, ik begrijp dat iedereen moet zijn een boterham verdienen, dus als je daar moet innovatief in zijn, als je daar werk moet insteken, moeten er daar modellen zijn waarbij dat vergoed kan worden. Het resultaat kan open source beschikbaar zijn, maar daar waar we gaten hebben, zouden we afspraken moeten kunnen maken. Zo zal die zaken vooruit gaan, denk ik. Ja, en ik kan er nog 1 ding aan toevoegen. Nu spreken we heel expliciet natuurlijk over procurement in de contractual zin van het woord. Namelijk, hoe gaan we als overheid samenwerken met de private sector?
Ik denk dat we daar veel creatiever moeten mee omgaan. En, dus we hebben natuurlijk de hele eenvoudige raamcontracten, zoals Frank ook zegt, met mini-competities, langlopende duur. Maar vanuit Vlaanderen bijvoorbeeld hebben we het initiatief genomen met de Atumi, met het datanutsbedrijf, waar we eigenlijk een vennootschap hebben opgericht, waar de overheid meerderheidsaandeelhouder is, maar waar het kapitaal wel open staat voor private partners, om net een aantal van die datadelingsproblematieken aan te vliegen. De beleidsmakers zijn nog een stap verder gegaan en hebben met Flanders Technology and Innovation, er is een heel festival gepasseerd een aantal weken geleden, heeft daar ook een vennootschap opgericht met de overheid als minderheidsaandeelhouder. En dat is natuurlijk ook een samenwerkingsvorm waar je van kan kiezen als overheid om met die private sector samen te werken. Dus ik denk dat er een heel wat mogelijkheden zijn om die samenwerking te structureren en zo tot die oplossingen te komen. En dus het hoeft niet altijd alleen via die contractuele procurement te gaan. Ik zou er zelfs nog aan willen toevoegen, dit zijn geformaliseerde samenwerkingen. Wat wij in die gezondheid doen, is een de facto samenwerking zonder veel formaliseringen. Ik kan u zeggen, het feit dat er, ik heb het voorbeeld daar straks gegeven, een generiek user en access management is, waarbij om het even wie die software in de gezondheid aanbiedt, de garantie heeft dat er nagekeken wordt wie de gebruiker is, dat de gebruiker zich deftig authentiseert, dat er nagekeken wordt welke hoedanigheid de gebruiker heeft. Is dat een arts, is dat een apotheker, of dat hij wel een zorgrelatie heeft met de patiënt en wat hij dan mag doen. Dat is allemaal gecleared, dat is open beschikbaar. Geen enkel softwarepakket moet zich daar nog mee bezighouden om dat te ontwikkelen. End-to-end encryptie, timestamping, weten waar gegevens zitten. We hebben dat uitgebouwd samen met private partners. Dat is beschikbaar als een dienst. Sommige componenten, we hebben connectoren die open source beschikbaar zijn, waar dat men de diensten mee kan aanroepen, die kunnen ingeplucht worden. En dat heeft tot een boost geleid. We zijn op 10, 12 jaar tijd, ik wil niet arrogant doen, maar alle omliggende landen voorbijgeschoten wat betreft die gezondheid. Hè. Wat betreft uitwisseling, dat heeft de kwaliteit van de zorg enorm verhoogd en heeft de kosten enorm verlaagd. We hebben in België 25% chronisch zieken. Er zijn dus 2,5 miljoen mensen die chronisch één of meerdere pathologieën hebben. Doordat er gegevensuitwisseling is, zijn de resultaten van de onderzoeken van die mensen beschikbaar voor iedereen die die mensen verzorgt. Als ik één bloedonderzoek en één ander onderzoek per jaar uitspaar voor elk van die mensen, win ik 250 miljoen euro. Het platform kost 14 miljoen euro. En dat zijn de leveranciers van softwarepakketten, open source of niet open source, die kunnen leveren aan de zorgverstrekkers, aan de patiënten, die daar hun voordeel mee doen. Dus ik denk, de idee van op een aantal vlakken te zorgen dat er herbruikbare, ondersteunende diensten zijn, die iedereen vrij kan gebruiken, en waar iedereen verder op kan bouwen, ik denk dat dat een enorme motor kan zijn die de overheid biedt om in een bepaalde sector. En kijk nu wat er gebeurt. Wij zijn goed voorbereid. De Belgische bedrijven zijn nu goed voorbereid om in die European Health Data Space hun zaken te kunnen doen. En de markt, als ik het zo mag zeggen, is ook gekuist. Sorry dat ik het zo zeg, maar de slechte pakketten zijn eruit. Hè. Want die konden zelfs niet die basisdiensten uitroepen. Dus wat we nu hebben, zijn kwalitatief goede pakketten. En jullie hebben allebei gezegd dat de standards en de Belgische of Vlaamse raamcontracten belangrijk zijn. Maar de IT-bedrijven in België zijn meestal KMO's. En lukt het voor die KMO's om mee te schrijven of mee te bepalen het inhoud van die standaards en raamcontracten? We hebben een systeem, dus naast het U vroeg oplossingen bij de voorbereiding. Naast het systeem van grote raamcontracten hebben wij ook een overeenkomst met wat wij een broker noemen. Dat is dus een tussenliggende organisatie die voor ons, als we bepaalde profielen of bepaalde diensten nodig hebben,
vrij op de markt kan gaan zoeken, ook bij KMO's, ook bij freelancers en zo verder, wie die diensten kan aanbieden. En via dat kanaal hebben bijna zelfs individuen de mogelijkheid om mee te werken aan die systemen. Dus we proberen ervoor te zorgen dat we alle competenties... De ICT-markt is vandaag eerder een knelpuntmarkt, met knelpuntberoepen. Dus we kunnen iedereen die goede ideeën heeft, die innovatiekracht heeft, gebruiken. En dat is een mogelijkheid om dat te doen. Wij hebben de overheidsopdrachtenreglementering niet uitgevonden. Die komt, en elke keer als er ergens een probleem is, dan verstrengt men die. Dus ik denk dat wij proberen binnen wat ons wettelijk toegelaten is, en dat is Europees recht, ervoor te zorgen dat we die samenwerkingsmethoden, dat we daar zeer creatief in zijn. Jan heeft voorbeelden gegeven van naast de klassieke overheidsopdrachten, van opgerichte privé-publieke partnerships formeel. Ik heb u voorbeelden gegeven van de facto samenwerkingen, waar een overheidsdienst bepaalde diensten gratis aanbiedt, die ontwikkeld zijn samen met de private sector. Ik geef u nu een ander voorbeeld van hoe dat we creatieve krachten kunnen aanboren. Dus ik denk dat we daar wel proberen. En nog eens, ik sta open als er nog betere ideeën zijn. Maar als ik vandaag één oproep zou willen doen, is dat we misschien elkaar wat meer ontmoeten. Dat we elkaar de agenda zo kunnen afstemmen. Ik heb u daarnet gezegd dat er gaten zijn in waar wij goede open source oplossingen zouden verwachten. Ik zal terug het voorbeeld geven. Het probleem met VMware zouden we niet hebben. Zij zouden niet in staat zijn om dergelijke prijsverhogingen eenzijdig proberen op te leggen. Als we een deftig alternatief zouden hebben, hè, dan was het al lang gedaan. Hè. Ik denk dat een voorbeeld dat ik misschien wil geven is dat wij in Vlaanderen hebben wij mijn burgerprofiel en is eigenlijk een open platform. En ik denk dat we meer en meer de stap moeten zetten om de overheid als een platform te positioneren. En wat betekent dat concreet? Dat is eigenlijk dat wij de dienstverlening die we naar de burger brengen, en ik volg Frank helemaal, het is onze verantwoordelijkheid om de complexiteit waarmee we geconfronteerd worden, binnen de bevoegdheidsverdelingen en alle andere processen die daarmee gepaard zijn, om die niet te exporteren naar de burger. Niet te exporteren. Dus wij moeten een manier vinden om dat eenvoudig te maken. En ik denk dat een van de oplossingen daar is om meer en meer te denken als overheid als een platform. En wat betekent dat? Dat wij bijvoorbeeld in het geval van mijn burgerprofiel het toelaten dat een aantal dienstenleveranciers, KMO's, eigenlijk hun dienstverlening op het platform zetten om op die manier die dienstverlening te ontsluiten naar de klant. Als je dat kan doen, ja, dan denk ik dat je de juiste basis hebt, hè, om inderdaad dat open systeem te realiseren, waarbij dat iedereen ook toegang heeft tot dat systeem, om zo die toegevoegde waarde daar toch te kunnen verhogen. Dat is wat wij als overheid ook vragen en ook richting de private sector, om inderdaad die meerwaarde daar ook in te steken. Allee, als ik nog iets moet gaan toevoegen. Wij proberen ook, en vaak sectoroverschrijdend, overheidsniveauoverschrijdend, een stuk enterprise-architecturen te hebben die op een goede manier werken. Men heeft daar straks, de staatssecretaris heeft daar bij de inleiding verwezen naar de wallet. Tijdens covid-tijden had u allemaal, 8,5 miljoen mensen hadden een wallet op hun smartphone. Hè? Wat was covid-safe, waarmee u test, vaccinatie en herstelcertificaten als een pdf met een QR-code die elektronisch ondertekend was en die u kon afladen en scannen, wat was dat anders dan een wallet? Ja? Wel, die is uitgegroeid tot een... Nu tot een systeem dat ook in andere sectoren, uw rijbewijs en zoveel kan gebruikt worden. Wij stemmen permanent af. Vlaanderen heeft een bedrijf opgericht voor een solidkluis. Wij gaan dat niet opnieuw gaan doen, hè. Dat heeft geen enkele zin. We hebben wel aan Vlaanderen gezegd, ja, we moeten het dan ook kunnen gebruiken buiten de specifieke Vlaamse situatie, maar dat is oké. En dan, en ik denk, zo'n enterprise-architectuur hebben, het user- en access-management systeem, dat ik daarnet beschreven heb, een groepspraktijk van huisartsen met patiënten of een advocatenbureau met verschillende advocaten en cliënten,
Dat is van user en access management, knal dezelfde problematieken. Een elektronisch PV, om een recent voorbeeld te nemen. Voor sociale inspecteurs, of elektronisch PV voor de politiedienst, dat is voor 90% hetzelfde. Hè. Dus ik denk dat dat van belang is, dat ook de overheid die met publieke middelen werkt, ongeacht op welk niveau dat dat zit, dat die componenten herbruikbaar zijn, buiten silo's, dat die ook in andere domeinen, en dat is in elk geval denk ik een zaak die wij delen met onze verschillende instellingen, dat is dat we die componenten geen twee of geen drie of geen vier keer maken, maar dat we die generiek maken, herbruikbaar maken. Herbruikbaar in andere sectoren, en van mij part zelfs sectoren die niet door de overheid in wezen gecoördineerd worden. Hè. We hebben maar 2 minuten, dus ik wilde afsluiten. Sorry, ja. Ik wilde met iets positiefs afsluiten. We zijn al de tijd positief. Hè? Ja. Of, mag ik u vragen om een voorbeeld van een oplossing of een beleid die een goede voorbeeld is van openheid? Een goede openheid heeft de publieke dienstverlening verbeterd. 60 seconden. Frank heeft juist de bal voor de goal getrapt. Zal ik hem er dan binnentrappen? Dus het hele CST-verhaal, hè, wat dat Frank naar verwijst, is destijds tijdens de crisis, is door Digitaal Vlaanderen in samenwerking, hè, met de federale collega's hebben wij dat opgezet. Ik denk dat dat nu eens een typisch voorbeeld is van waar dat samenwerking werkt, waar dat data-uitwisseling werkt en waar dat als we iets doen, dat we dat ook voor ons allemaal samen kunnen doen. Dus ik denk dat dat een van de voorbeelden is. En ik kan alleen maar hopen, ook destijds met de snelheid waarmee dat we dat gedaan hebben, dat we dat kunnen doortrekken. Frank, of je mag een paar tips delen met de andere landen die kunnen iets leren van het Belgische voorbeeld? Ja, maar wij zijn bescheiden mensen. Ik denk dat, ik heb het voorbeeld gegeven van de gezondheidssector, ik heb ook ik heb minder gewezen aan de sociale sector, maar ik denk dat we inderdaad in België heel wat componenten hebben. Allee, terug dat voorbeeld van die ziekteverzekering, van die gezondheid. U bent nu niet meer in België, maar u gaat skiën in Frankrijk, u bent wat onhandig, u valt en u hebt een open beenbreuk, u ligt in een ziekenhuis in Frankrijk. Die arts die u wilt behandelen in Frankrijk, die wil ook uw gegevens hebben hier in België. En die wil weten of u bloedverdunners pakt of niet, want hij moet hem misschien opletten bij wat dat hij u geeft. Hoe gaan we ervoor zorgen dat men weet in België dat die arts in Frankrijk die u wil verzorgen met u een zorgrelatie heeft en dat dat wel een arts is? Wij weten dat in België niet. We moeten in Frankrijk die garantie kunnen hebben. Pak dat systeem van user and access management dat ik u daar straks uitgelegd heb, zet dat op pan-Europees niveau en uw probleem is opgelost. Als u gegevens wil uitwisselen, u gaat toch niet vercijferen tot aan de grens, ontcijferen en hervercijferen. Dus ik denk dat er heel wat mogelijkheden zijn, en dat is een oproep ook als er mensen van de Europese Commissie in de zaal zitten, om ervoor te zorgen dat goede praktijken, of dat nu België is of andere landen, als we goede praktijken hebben in bepaalde landen, dat we die tot pan-Europese zaak kunnen doen. En dat ze open source kan zijn, nog liever. Ik zou graag daarover meer praten, maar tijd is op. Dus bedankt jullie bij voor uw toekomst en voor de toespraken. Dus, gedaan.